Kunt u morgen wel op vakantie naar het zuiden? Het was chaos op de wegen in Frankrijk. Woedende Franse boeren blokkeerden de belangrijkste routes. Eerder adviseerde de Verkeersinformatiedienst om niet meer weg te gaan. Hoe is de situatie nu? En verder het nieuws vandaag. Verdachten in Valkenburgse zedenzaak krijgen vooral taakstraffen. En weer schieten de politiemensen voor de rechter. Goedenavond. Misschien wilt u morgen of anders zaterdag met de auto naar Zuid-Europa. Dat kan nog wel eens lastig worden. Want voorlopig staan in Frankrijk op de wegen honderden demonstrerende boeren. Zometeen laten we u de knelpunten zien. Maar eerst waarom de Franse boeren actie voeren. Ze willen een hogere prijs voor hun producten. En zolang ze die niet krijgen, voeren ze actie. En dat betekent chaos. Vanochtend stonden er nog vooral veel vrachtwagens tussen de tractoren. De vrees van veel vakantiegangers is dat dat aanstaande zaterdag caravans zijn. En dat dit lang kan duren, dat weten ze nu in Lyon. Là, je pense que toute la journée on est mal aujourd'hui à Lyon. Voilà. Pour une grève, ils ont le droit de faire la grève, mais bon, nous aussi on a le droit de travailler. De boeren die hier staan, werd gisteren een flinke zak geld voor de neus gehouden. De Franse regering beloofde ze 600 miljoen euro aan steun. Onder meer bedoeld om schulden af te betalen. Maar dat is volgens deze veehouders geen oplossing. On en a marre des aides. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous paye notre produit au prix réel. Le prix qui doit être rémunéré. Quand on voit les marges des revendeurs, c'est inadmissible. Ils font 30% du produit sur la plupart des produits agricoles. Donc... Et ils nous répondent, on va vous aider à rembourser vos dettes. En aucun cas, on a posé cette question-là. Boeren die een land plat leggen. Er zijn regeringen die daar niets van moeten weten. Maar president Hollande begrijpt ze en steunt ze. De boeren krijgen veel te weinig betaald voor hun vlees, vindt hij. Nous voulons qu'il y ait non seulement la distribution qui fasse l'effort indispensable pour rémunérer les producteurs, mais également les abatteurs et les transformateurs qui doivent rendre des comptes. Vanavond kwam het verkeer rond Lyon weer langzaam op gang toen de boeren naar het centrum gingen voor een vergadering daar. Het is nog onduidelijk of ze morgen doorgaan met hun acties. Ja, duizenden Nederlanders hebben nu hun vakantie gepland en rijden morgen of overmorgen weg. Maar is dat nog wel een goed idee of kom je in eindeloze files te staan? Nou, via Lyon rijden is dus geen goed plan, want daar staat het ook nu nog helemaal vast. Bij Clermont-Ferrand waren acties, waardoor de Middellandse zeekust wat lastig te bereiken was. Bordeaux was moeilijk bereikbaar, op een van de grote snelwegen naar de stad was afgesloten. En tenslotte de Pont de Normandie bij Le Havre werd ook bezet door de boeren. Er stonden ook daar lange files en Normandië en Bretagne waren ook een stuk moeilijker bereikbaar. Verslaggever Edwin van den Berg is op de plek langs de weg bij Lyon, waar het nog druk is. Ja, Edwin, eerder wilden de boeren dus die acties voeren. Toen zei de vakbond, jongens, we gaan er even over vergaderen. Hoe is de situatie nu? Nou, de situatie op de snelwegen rond Lyon is zoals je nu ziet. Overal heeft het verkeer veel last, veel vertraging van de acties op de autoroute du Soleil. Ook hier rondom deze snelweg richting de stad waar, je zegt, het eerder vanmiddag een bijeenkomst is gehouden. Georganiseerd door een van de kleinere boerenbonden. Die zien eigenlijk wel veel in die toezegging die gisteren werd gedaan door de Franse regering. Dat steunpakket van zo'n 600 miljoen euro. Een goed startpunt om te onderhandelen, zegt die bond. In ieder geval voldoende om nu alle blokkades in Frankrijk op te heffen. Maar er waren op die bijeenkomst niet meer dan zo'n 100 melkvee- en vleesveeboeren. En dat maakt tegelijkertijd duidelijk dat het merendeel eigenlijk van de actievoerende Fransen daar niets in ziet en door wil met actievoeren. En ja, je zag het net in het verslag, zij zien zich ook gesteund, hè, door de Franse president. En dat maakt de kans op wilde acties op de belangrijkste snelweg naar de zon de komende dagen ook heel groot dus. Ja, grote vraag is dan, kunnen de mensen morgen wel op reis, Edwin? Ja, kijk uit, jongen. Ja, ik laat even wat toeterende Franse
voorbij snellen richting de stad. Ja, met deze stand van zaken, Rick, maakt het eigenlijk een klip-en-klaar reisadvies heel moeilijk. In ieder geval heeft de Verkeersinformatiedienst eerder vandaag zelfs Nederlandse vakantiegangers het helemaal afgeraden om voorlopig Frankrijk binnen te gaan. Maar kwam daar in de loop van de middag op terug. Zegt nu samen met de ANWB dat het best morgen kan om op reis te gaan. Niet normaal natuurlijk, maar in ieder geval wordt aangeraden aan vakantiegangers om zodra ze Frankrijk binnengaan niet alleen op de borden boven de wegen te letten, maar ook goed internet in de gaten te houden. En Lyon sowieso te mijden, deze wegen dus. En vooral gebruik te maken van omleidingsroutes, hoewel het daar natuurlijk ook heel erg druk is. Alles onder voorbehoud het reisadvies voor morgen. Want als morgenavond of vanavond en morgenochtend de Franse boeren opnieuw hun tractoren dwars op de autoroute zetten, dan is het opnieuw chaos. Edwin van den Berg, dankjewel vanuit Lyon. Ja, niet alleen de vakantiegangers, maar ook de Nederlandse transportsector heeft veel last van de acties. Voor de chauffeurs is het veel wachten en soms een klein stukje rijden. Na dagen van frustratie en woede, vanmiddag eindelijk goed nieuws voor deze transportondernemer. Hey Cor, met Erik. Ja? Hoe loopt het verder? Ja, goed. Ja? Goed uurtje, dan ben ik bij mijn laatste klant. Drie van zijn vrachtwagens stonden vast door de blokkades, met daarin voor tienduizenden euro's aan jonge plantjes. Maar vandaag dus een klein beetje beweging. Het is een enorme kostenpost, een hoop stress en ellende met de klanten. De brancheorganisatie is ook helemaal klaar met de acties. Voor ons zijn ze absoluut onacceptabel en disproportioneel. Wij gaan aandringen op politie ingrijpen. Want dit duurt nu zo lang. Wij hebben al sinds half mei heel veel problemen bij Calais. De vervoersbedrijven die lijden zwaar onder het verstekelingen-issue. En dan komen deze stakingen nog eens bovenop. Is het mogelijk om je als bedrijf hierop voor te bereiden? Nou ja, dan moet je thuis blijven. Nee, dat is dus geen optie. Als het een beetje mee zit, heb jij geen polonaise verder meer. Nee. Goed is hier. Oké, een beetje later. Doei. Doei. Ja, dat hoopten ze vanmiddag dus. Maar blij zullen ze niet zijn, want we zijn nu een paar uur verder. En het staat nog steeds op allerlei plekken vast. En niet alleen hinder voor automobilisten dit weekend, maar mogelijk ook voor reizigers per vliegtuig. En dan vooral voor de reizigers met uitstaande boetes. Want die worden op Schiphol opgewacht door douane, marechaussee en belastingdienst. En mogen pas het land uit na het betalen van hun schulden. Waar gaat de reis naartoe, mevrouw? Zorgeloos op vakantie, tot de eerste controle, de marechaussee. Met zo'n 5000 passagiers per jaar is iets aan de hand. Zij komen er niet zomaar doorheen. On the way to Manchester, sir. En waar gaat het dan om? Nou, dat kan heel verschillend zijn. Mensen hebben nog boetes openstaan die betaald moeten worden. Maar het kan ook zo zijn dat er nog andere signaleringen in staan. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een uitlevering of een overlevering voor het buitenland. Zo meldde zich vorige week nog een vakantieganger. Die een bedrag van 160.000 euro aan openstaande vorderingen open had staan. Die meneer is niet op vakantie gegaan, neem ik aan. Nee, die meneer die kon dat bedrag inderdaad niet betalen op dat moment. Dus die is niet op vakantie gegaan. En wie door de paspoortcontrole heen is, komt geldhond Kira tegen. Met haar collega's van Belastingdienst en Douane. Ze staan er in deze periode een paar keer per week. Hallo, goedemorgen. Waar gaat uw reis nu naartoe? Naar de Bali. Of eerst naar Bali, oké. Ik ben van de douane. We zijn bezig met een geldcontrole. Okay. Als u 10.000 euro of meer bij u heeft, dan moet u dat aangeven. Heeft u dat bij u? Nee, was maar zo. Dat is de deurwaarde van de Belastingdienst. Ja. Dus u moet het bedrag niet betalen. 3.935 euro. Ik heb mijn boekhouder alles opgelost, hoor. En na controle bleek dat te kloppen. Hij kon gewoon zijn vlucht halen. Net als de meeste passagiers vandaag. Nee, geen boetes openstaan. Nee. Geen 10.000 euro op. Nee, toevallig niet. Nee. Volgende keer weer. Fijne vlucht. Op naar Hongkong. Ja, ze doen het trouwens niet voor niks. Die controles op Schiphol leveren de schatkist ruim 1 miljoen euro per jaar op. En dan de geruchtmakende Valkenburgse zedenzaak, waarin tientallen mannen worden vervolgd voor het plegen van ontucht met een meisje van 16. Het Openbaar Ministerie eiste flinke straffen, maar de rechtbank denkt daar anders over en geeft een lagere straf dan geëist. Voornamelijk taakstraf.
De Valkenburgse zedenzaak komt begin dit jaar naar buiten als het OM bekendmaakt dat tientallen mannen vorig jaar in een hotel in Valkenburg betaalde seks hadden met een toen 16-jarig meisje. Daar staat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op. Maar volgens de rechtbank is niet bewezen dat de verdachten echt wisten dat ze seks hadden met een minderjarige. En dus rolde er voor 10 van de 12 mannen een compromisstraf uit. De rechtbank is in overeenstemming met uitspraken in vergelijkbare zaken van oordeel dat een taakstraf, al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf, het meest passend is. Op grond van het bepaalde in artikel 22b van het wetboek van strafrecht is deze strafmodaliteit voor jeugdprostitutie echter niet meer mogelijk. Daarom zal de rechtbank kiezen voor een in haar ogen minder bevredigende oplossing. Namelijk een gevangenisstraf voor de duur van 1 dag in combinatie met een taakstraf. Het voornaamste argument en denk ik ook het meest terechte argument is dat de rechtbank heeft overwogen dat deze mannen niet op zoek zijn geweest naar een meisje jonger dan 18 jaar. Dat ze er per ongeluk zo ingerold zijn? Dat ze er per ongeluk inderdaad zo ingerold zijn, dat klopt. Maar wel verantwoordelijk zijn natuurlijk. Ze zijn wel verantwoordelijk, ze zijn natuurlijk veroordeeld. Ze hebben een straf gekregen daarvoor. Alleen de rechtbank heeft gezegd, van, ja, je hebt dan wellicht te weinig onderzoek gedaan, te weinig doorgevraagd. Maar dat rechtvaardigt geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het OM vindt taakstraffen en een onvoorwaardelijke celstraf van maar 1 dag veel te mild. We nemen onze taak serieus. Voor zulke ernstige feiten moeten wij ook heel zorgvuldig optreden. En ook in de pas van de wetgever lopen en kijken wat we met dergelijke gebeurtenissen moeten doen. En als dan dergelijke straffen worden opgelegd en we zien dat dat niet strookt met datgene wat de wetgever bedoelt, dan vind ik dat wij onze taak voor dat hoge beroep heel serieus moeten nemen. En dus gaat het OM in hoger beroep tegen alle vanmiddag uitgesproken straffen. Ja, en volgende week doet de rechtbank in Maastricht uitspraak tegen 14 andere verdachten in deze zedenzaak. Automobilisten rijden steeds vaker door bij een rood kruis. Die verlichte kruisen boven de snelweg die aangeven dat je op die rijstrook niet mag rijden. En dat leidt steeds vaker tot forse ongelukken. Daarbij zijn vooral medewerkers van Rijkswaterstaat het slachtoffer. Tot nu toe kwamen die steeds met de schrik vrij. Ik ben aardig geschrokken, ja. Als je de auto ziet, dan denk je ja, dat het ook anders af kunnen lopen. Afgelopen zondag parkeerde weginspecteur Van Veen op een afgekruiste rijstrook van de A5. Hij zou hulp verlenen bij een ongeval. Maar een taxichauffeur die de rode kruisen negeerde, knalde vol op Van Veens Rijkswaterstaatwagen. Het bleef bij schrik en schrammen, maar volgens Rijkswaterstaat was het geen incident. In 2013 hadden we 15 incidenten met rode kruisnegaties waar weginspecteurauto's bij betrokken waren. In 2014 waren dat er 21, dus dat is een flinke toename. En we zien nu dit jaar 7, waarvan in de laatste 5 weken 3 stuks. Dat gebeurt eigenlijk dagelijks. Als we bij ongevallen staan, dan kijken we af en toe de andere kant op. Want het is gewoon af en toe dat je denkt, nou daar komt hij en we wachten op de klap. Op beelden van de verkeersinformatiedienst is dat goed te zien. Bij dit willekeurige incident worden de rode kruisen in 2 minuten tijd door maar liefst 17 automobilisten genegeerd. Dat houdt pas op wanneer de politie de weg werkelijk afzet. Voor rijden door rood kruis zijn dit jaar al 400 bekeuringen uitgedeeld. De beginboete is €237, maar bij herhaling loopt de straf flink op. In Iran zijn dit jaar al 700 doodvonnissen uitgevoerd. Dat is evenveel als in heel 2014. In 80% van de doodvonnissen gaat het om drugsdelicten. Maar ook homoseksuelen en leden van religieuze minderheden worden geëxecuteerd, zegt Amnesty International. De 700 executies van vorig jaar waren al het hoogste aantal in 12 jaar. En als het dit jaar zo doorgaat, staat de teller eind dit jaar op 1000, verwacht Amnesty. Onrust aan de grens tussen Turkije en Syrië bij de stad Kilis. Een Turkse militair kwam om het leven nadat er vanuit IS-gebied was geschoten. 2 militairen raakten gewond. Daarna ontstond er een vuurgevecht. Daarbij zou een IS-strijder zijn gedood, melden Turkse bronnen. Turkije stuurde ook gevechtsvliegtuigen naar de grens. De 2 agenten die 2 jaar geleden in Rotterdam een 29-jarige man doodschoten, hoeven geen straf te krijgen, vindt het Openbaar Ministerie. Het gerechtshof wilde dat het OM de agenten vervolgde. Maar de aanklager blijft hun optreden terecht vinden. Vermomd met pruiken en een bril vertelde NN1 en NN2 hun verhaal. Zo heten ze voor de rechters, want op sociale media worden ze bedreigd.
bedreigd omdat ze 2 jaar geleden Mike Stock neerschoten. Stock, een fanatieke Feyenoord supporter, was zijn hond aan het uitlaten. Toen hij op de bon werd geslingerd omdat hij weigerde zijn honden aan de lijn te doen, sloeg hij door. Volgens de agenten was Mike Stock door het dolle heen. Woedend, opgefokt en zwaaiend met een soort van hakbijl, dachten ze, liep hij daar in het rond. Hij reageerde niet op waarschuwingsschoten. Dus als ze niets zouden doen, dachten ze, dan zou hij de eerste die zijn pad kruiste iets aandoen. En daarom schoten ze. 8 keer in totaal. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de 2 gedaan wat ze moesten doen en hoeven ze dus geen straf te krijgen. NN1 en 2 hebben gemeend dat ze hun verantwoordelijkheid het beste namen door de confrontatie met Stock aan te gaan. En hoe verschrikkelijk de consequentie voor Stock en daarmee ook voor de treurende familie van Stock was, ik ben het gegeven alle omstandigheden eens met de door NN1 en 2 gemaakte keuze. De familie van Stock kijkt heel anders tegen de gebeurtenissen aan. Zij weten ook dat Mike daar met een stok, die we hebben kunnen zien, heeft rondgelopen in die tuin. Maar hij was op weg naar huis en hij rende weg van de politie. De rechtbank maakt over 2 weken haar beslissing bekend. Ja, wat justitie betreft dus geen straf voor deze 2 politiemensen. En dat is in ieder geval goed nieuws voor veel van hun collega's. Want er is grote onrust binnen de politie over wat een agent uit Limburg vorige week overkwam. Die kreeg 2 jaar cel. Bij een aanhouding in 2013 schoot hij een passagier neer van een automobilist die probeerde te vluchten. Maar de rechter vond dat hij nooit had mogen schieten. En dan is er de dood van de Arubaan Mitch Henriquez van een paar weken geleden. 5 agenten zijn nog verdachten. Het OM heeft nog niet besloten of ze die vervolgen voor het geweld dat ze tijdens zijn arrestatie gebruikten. En dan in 2012, toen ontstond opschudding na de dood van de 17-jarige Rishi. Een agent schoot hem dood op het Haagse station Hollandspoor. Hij kreeg geen straf omdat hij dacht dat de jongen een wapen bij zich had. 3 omstreden gevallen, maar toch is het aantal politiedoden door politiegeweld al jaren stabiel. Elk jaar komen daarbij gemiddeld 3-4 mensen om het leven. Lietien Gevers, nog steeds in Rotterdam. Ja, toch maakt de politie zich grote zorgen. Ja, zeker, zeker. Er zijn grote zorgen bij de politie. Vooral die 2 jaar voor die agent in Limburg. Die hebben er flink ingehakt bij het politiepersoneel. We hebben deze week verschillende agenten gesproken die zeggen, ja, op deze manier wordt het wel heel verleidelijk om gewoon een blokje om te fietsen als je weet dat je tegen een gevaarlijke situatie aanloopt. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Veel discussie dus bij de politie. En de grootste vakbond van de politie, de ACP, die denkt dat een oplossing zou kunnen zijn meer rechtsbescherming voor de politie. Nu is het zo dat bij incidenten politiemensen eerst als getuigen gehoord worden in de meeste gevallen. De bond vindt dat ze meteen als verdachten zouden moeten worden aangemerkt. Nou, op dit moment is het zo dat als politiemensen bij een schietincident betrokken zijn, dan worden zij lang niet in alle gevallen direct verdachten. En als verdachte heb je allerlei rechten en plichten en vooral rechtszekerheid. Ja, en een van die rechten bijvoorbeeld is dat je als verdachte meteen een advocaat krijgt toegewezen. Nou, dat geeft veel veiligheidsgevoel voor politieagenten. Het is nog de vraag of het ervan gaat komen, want het is gewoon een ingewikkelde kwestie dit. Dat gaf de officier van justitie vanmiddag ook min of meer toe. Ze zei, de scheidslijn tussen correct politieoptreden en een strafrechtelijke vervolging, die scheidslijn die is gewoon heel dun. Want het is achteraf gezien allemaal heel makkelijk oordelen. Maar als je in een split second moet reageren, en dat is in deze gevallen meestal zo, dan komen de zaken meestal heel anders te liggen. Dus de rechter zal op dit ingewikkelde vraagstuk een antwoord moeten bedenken. Lietien Gevers, dankjewel. Ja, we hebben de beelden de afgelopen maanden vaak voorbij zien komen. Vluchtelingen die in Calais proberen om in de vrachtwagens te klimmen, vaak met gevaar voor eigen leven. Duizenden zijn het, wachtend op een kans op een nieuw leven in Groot-Brittannië. Waarom willen ze juist naar Engeland? I've got clients from everywhere. Everywhere. Ethiopian, Eritrean, Sudanese, Nigerian. Yeah, I've got Indian, I've got English, I've got from everywhere. In de Londense kapperszaak van Helen kom je de hele wereld tegen. Zelf ontvluchtte ze Eritrea ruim 10 jaar geleden vanwege de burgeroorlog.
Ze wilde per se naar Groot-Brittannië, want dat vond ze de beste en prettigste plek om een leven op te bouwen. Met succes. Haar zaak loopt goed. I've been in France and I find it a bit difficult. They were a bit racist, like, you know, they were not, even when I speak English, they don't want to speak to me back. London is a place where you don't say, oh, I'm from this, I'm from that. This is like for everyone. Allez, 3-4-2. Allez, 3-4-2, doe je pond. En er zijn veel immigranten die zich hier thuis voelen. London life is a very comfortable life and is a freedom life. I think UK rule and law, everything is good. That's why I chose the UK. Mede door dit soort verhalen werkt Groot-Brittannië als een magneet voor immigranten. Hier kun je een goed leven opbouwen, denken velen. Terwijl als je naar de statistieken kijkt, het hier niet per se makkelijker is dan in andere West-Europese landen. People don't have that knowledge of what the different countries have to offer in a sense. What they know is what they hear through family or friends, but also because the smugglers play on the idea of the UK being a country where it's easier to stay underground, where it's easier to get refugee status, even if that's not true. In a way, the individual, the refugee, the migrant, has no way of knowing if that's not true. And the smugglers, quite frankly, don't care. They're in it for the financial gain. Can you see? Helen kwam zonder smokkelaar naar Londen, maar ze kent de verhalen uit haar omgeving. I don't think they have any idea. But the only thing they know is that they will come here and they will be safe. You know, but they don't have no idea. How would they know? En dan de Tour. De renners van de Tour beleefden de tweede echte Alpendag. En het was weer niet saai. Ook in deze bergetappe gaat de overwinning naar een aanvaller. Zijn naam is Romain Bardet en hij zorgt voor de tweede Franse ritzege in deze ronde van Frankrijk. Aan haarspeldbochten is in de slotfase geen tekort. Aan aanvallen en spanning tussen de toppers wel. En dat ondanks het goede, kwieke, energieke rijden van Robert Gesink. Hij staat zesde in het klassement en heeft ogenschijnlijk het gevoel dat er meer in zit. Mollema, de ene laatste van dit groepje, beleeft geen al te goede dag. En hij verliest 19 seconden ten opzichte van deze groep, die nu wordt aangevoerd door Nibali. Want allemaal lijken ze door te hebben dat de man in de gele trui niet meer zo superieur aan het rondfietsen is als in de eerdere bergetappes. Froome, onder in beeld, moet hier zelfs even het groepje laten gaan. Maar hij kan gewoon finishen en blijft de baas in de Tour. Gesink rechts wordt 11e en er komen nog twee zware Alpen-etappes aan. Ja, en dan nog opmerkelijk laatste nieuws uit de ruimte. De NASA heeft een planeet ontdekt die heel erg lijkt op de aarde. Hij is ongeveer anderhalf keer zo groot als de aarde en staat op ongeveer dezelfde afstand van zijn ster, onze zon. En dat is uniek. Leuk. Nou, mooi hoor. Echt geweldig. De hele dag zoomt het al rond dat NASA met groot nieuws komt. En begin van de avond komt het hoge woord eruit. De planeet rechts op deze animatie lijkt heel erg op de aarde, wat betekent dat ook daar misschien wel leven is. De randvoorwaarde voor leven is in principe aan voldaan, maar het is nog helemaal niet te zeggen of daar bijvoorbeeld ook een goed oppervlak voor is, of daar niet een extreem broeikaseffect is. We weten dat deze ster iets ouder is dan de zon en daarom een stuk heter. Ja, het is misschien helemaal niet fijn om daar rond te lopen. De planeet is gezien met deze Kepler-ruimtetelescoop die al jaren zoekt naar een tweeling van de aarde. Die lijkt nu dus gevonden, maar het slechte nieuws, hij staat wel 1400 lichtjaar hier vandaan. We kunnen er dus niet naartoe, maar toch is het een belangrijke ontdekking. Wat dit impliceert is dat we hier nog heel veel meer van kunnen vinden. En nu is het zaak om de sterren die wat dichter in de buurt staan te bekijken of we net zulke planeten kunnen vinden waar we wel op kunnen inzoomen. En misschien tekenen van leven kunnen vinden in de atmosfeer. Maar vooralsnog blijft dit dus de enige planeet waarvan we zeker weten dat er leven is. Ja, dan wil ik natuurlijk weten wat voor weer het daar is, maar dat weet je nog niet, hè? Nee, daar niet. Nee, maar hier gelukkig wel. Okay. Dat ga ik u nu ook vertellen. Dit was het beeld vandaag. Nog een zomerse dag, ook voor de wandelaars van de Vierdaagse. En wat mij betreft hebben ze mazzel, want morgen wordt het nog zo'n mooie zomerse dag. Maar het gaat echt wel veranderen, het weer. Dit is het plaatje van bovenaf. We zitten nu onder invloed van een hoge drukgebied. Dat hoog dat trekt morgen richting het oosten weg. En daarachter komt langzamerhand een lage drukgebied aan.
Het gaat morgen in Engeland al veel regen opleveren. En jawel, dat gaat dan ook bij ons gebeuren. Maar het levert niet alleen veel regen op. Vooral de wind wordt een aandachtspunt. Zaterdag overdag kan het echt heel hard gaan waaien. En deze kans op zware windstoten met al die bomen zo vol in blad kan het tot problemen leiden. Nou, daarover vertel ik u morgen meer. We gaan nu focussen op het weer voor de komende 24 uur. Vannacht wat opklaringen, kan lokaal mistbank ontstaan. Er staat ook niet al te veel wind. En morgen dus nog een zomerse dag met wat zonneschijn, velden, hoge bewolking in de ochtend. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. En in de loop van de dag gaat die bewolking dan wat toenemen op nadering van dat lage drukgebied. En zo tegen de avond kan er bij ons dan regen gaan vallen. Morgen overdag ook nog niet zoveel wind. Zwak boven land, matig aan zee en uit het oosten. Nou, dan zaterdag, die toch wat onstuimige dag met daarna geregeld buien. 18 graden. In die buien is het echt nog een stukje frisser. En dan meteen de aankondiging van een periode waarbij het wat wisselvalliger is en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Het was chaos op de wegen in Frankrijk. Woedende Franse boeren blokkeerden de belangrijkste routes naar de vakantiebestemmingen. Meer nieuws in Nieuwsuur. Hoe Nederlandse bedrijven proberen om met helikopters en springpaarden de Iraanse markt te veroveren. Om 10 uur op NPO 2. Ik wens je nog een heel mooie avond.